In 2022 vieren wij dat in 1122 de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd. We beschouwen die afdamming als de start van het georganiseerde waterbeheer in ons gebied. Sindsdien werken wij aan veilige dijken, droge voeten en schoon water in kanalen en sloten. Dat doen we niet alleen. Al eeuwenlang beheren en onderhouden eigenaren dijken, sloten en weteringen. De Lekdijk bijvoorbeeld beschermt meer dan 1 miljoen mensen tegen overstromingen. Als die dijk doorbreekt, kan het water wel tot Amsterdam komen. De bewoners die achter de dijk wonen, waren zich daar maar al te bewust van. Bij hoogwater werden de kerkklokken geluid om de leden van het dijkleger te alarmeren. Ze moesten wachtlopen en reparaties uitvoeren om een dijkdoorbraak te voorkomen. Tegenwoordig gaat dat anders en beseffen veel inwoners van ons gebied niet meer dat we in een laaggelegen delta achter hoge dijken wonen. De afgelopen decennia dachten we dat we het water naar onze hand konden zetten met technische ingrepen. We trokken rivieren recht, bouwden gemalen en pompten water zo snel mogelijk weg. Die strategie werkt niet meer. Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hevigere regenbuien en langere perioden van droogte die elkaar ook nog eens snel kunnen afwisselen. Het watersysteem van kanalen, sloten, dijken en gemalen kan die extreme op sommige plekken nu al niet meer aan. Doorgaan op de huidige weg is geen optie. Iedereen zal een steentje bij moeten dragen om ervoor te zorgen dat we in ons laaggelegen landje kunnen blijven wonen en werken. Als waterschap doen we dat. Maar zelf kun je ook veel doen. Door waterbewust te leven kun je het verschil maken.